Goedemorgen, dit is het weersignaal van weerplaza.nl. Een storing trekt vandaag over ons land. Dat gaat gepaard met veel bewolking en ook enige tijd wat lichte regen of motregen. In de vroege ochtend in het noordoosten misschien nog even een glimp van de zon. Daar ook de laagste temperaturen. Daar heeft het vannacht licht gevroren. Vandaar dat de temperatuur daar in de ochtend rond een graad of 1 à 2 ligt, terwijl het in het zuidwesten al een graad of 7 is. Vanmiddag dan stroomt zachte lucht over ons land uit, loopt het kwik in het noordoosten op naar een graad of 5, in het zuidwesten van het land zien we sinds een lange tijd voor het eerst weer dubbele cijfers op de thermometer. Vannacht dan blijft de temperatuur oplopen, dat ook vanavond nog het geval. In het noordoosten dan een graad of 6, in het zuidwesten een graad of 10, en nog altijd valt de lichte regen of motregen. Morgen hebben we met dezelfde storing te maken, blijft het bewolkt met van tijd tot tijd regen of motregen. Dan overal vrijwel overal dubbele cijfers met 10 of 11 graden en daarbij een meest matige tot vrij krachtige zuidenwind. Vrijdag zien we af en toe de zon is het op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11, maar in het weekend neemt de bewolking en de wisselvalligheid weer toe. Het blijft zacht met maxima tussen 8 en 11 graden. Mijn naam is Wilfred Jansen voor Weerplaza.nl